Hoi en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag wil ik jullie heel graag mijn swaps laten zien die ik ontvangen heb tijdens ons stage. Niet afgelopen weekend, maar alweer dat weekend daarvoor. En ik heb zoveel leuke cadeautjes gekregen dat ik het graag samen met jullie wil delen en het wil laten zien. Ik begin eigenlijk met de swaps van degene met wie ik in de bus naar Düsseldorf ben gegaan. En de allereerste is van mijn upline Helene den Breeje. Die heeft er een gigadoos van gemaakt. En in dat doosje zit Celebrate the Good Stuff, een lippenbalsem en een Fizzy Prosecco Party. Dat is, heb ik me laten vertellen, om in bad te stoppen en dan gaat het helemaal schuimen. Dus ik ben reuze benieuwd hoe dat gaat worden. Henriette zat ook bij ons in de bus en zij heeft helemaal een nieuwe stijl gegeven aan haar naam en aan haar merk. En deze kaart heeft zij gemaakt. En het is bee stamping with Henriette, dus met Henriette. En ik vind het echt een super mooi kaartje geworden met een honinglepel. Dankjewel Henriette. Barbara was ook gezellig mee, die heeft dit super leuke doosje gemaakt. Met de bunny en de pons, bloemetjes. En Barbara is van Barbara Creations. Het is echt een super leuk doosje. Dankjewel Barbara. Kaylee was ook gezellig mee in het busje. En zij heeft dit doosje gemaakt met de doily stansen. En in dit doosje zit een bijpassende Mentos. Is dat niet geweldig? Dankjewel Kaylee. Dan heeft Melissa ons gereden. Zij was onze buschauffeuse. En zij heeft deze gemaakt met de theepot. Hier zit een theezakje in. En het is van Stamping bij Melissa. En dan heb ik deze swap ontvangen van mijn kamergenootje Frederik van Rumt van Kaartjes en cadeautjes. En ik ga even kijken wat erin zit, want dat heb ik nog niet gezien. Oh, superleuk. Een theelichtdoosje. Echt helemaal te gek. Dankjewel, Frederik. En omdat we op een kamer sliepen, had Frederik ook nog dit voor mij gemaakt. En deze maak je zo open. En dan komen er ook theelichtjes tevoorschijn. Echt helemaal geweldig. Ze heeft me echt enorm verwend. En dan, Ellie had er een heel kunstwerk van gemaakt. En zij heeft dit tasje gemaakt. En hierbij zat ook nog dit tasje. Dit tasje had ze gemaakt voor haar swaps. En daar zaten heerlijke snoepjes in. En dit tasje en dit kaartje heeft ze speciaal voor het busje gemaakt. Of tenminste, voor degene die erin zaten. En hier zit echt een heleboel dingetjes in. Ik zet hem even opzij om het allemaal goed te laten zien. Allereerst dit doosje met paaseitjes erin. Echt een super leuk doosje. Dan deze verpakking met schoolkrijtjes, mijn lievelings. En dan zit er nog veel meer in. Deze potjes met jelly beans erin. En hier uit de Nederlandse stempelset weet je wel hoe leuk je bent. Want handgel. En symbolisch een wekkertje om op tijd wakker te worden om naar ons stage te gaan. Het is een soort overlevingspakket wat Ellie gemaakt heeft. En het is echt veel te gek. Dankjewel, Ellie. Dan ga ik verder met de swaps die ik tijdens ons stage zelf heb ontvangen. En ik heb een hele doos bij me staan. Dus ik pak van opzij en dan zie je het vanzelf voorbij komen. Deze heb ik van mijn teamgenootje Hattie gekregen, als ik het wel heb. So Glad We Are Friends. En Danielle, ze had mijn naam erop gemaakt. Echt super. En dit is met een bellyband
en de envelope punchboard. En een lieve tekst van Hetty. Dankjewel Hetty. Echt een super mooie swap. Dat doen we gelijk nog maar een kaartje. Dit is van Suzanne Smit. Als ik het goed heb. Ja, klopt. En dit is echt een prachtig kaartje. Want kijk eens. Als je me openmaakt, zie je dit. Van Suzanne Smit. Dankjewel Suzanne. En Geke was er ook. Geke was er ook bij het teamweekend erbij. En Geke heeft dit kaartje gemaakt. Met de Geerdup stempelset. Brussel achtergrond. Echt prachtig. En omdat onstage in Duitsland was, waren er natuurlijk ook een heleboel Duitse demo's. Oftewel, zij waren in de meerderheid en wij waren er van de 1200 mensen, waren er 140 Nederlandse demo's. Dus vandaar dat ik heel veel swaps in het Duits heb gekregen. Deze prachtige kaart is van Giovanna uit Keulen. Dan heb ik dit doosje gekregen van Caroline van Straten. En hier zit, ik wil het heel voorzichtig doen, want ik wil niks kapot maken. Als je hem opentrekt, zit er een prachtige sleutelhanger in. Net een dromenvanger, helemaal in het thema van het doosje. Dankjewel Caroline. Deze potlood in Wasdoe Liebst staat erop, is van Petra Hansen uit Bergheim. Dankjewel Petra. En omdat onstage natuurlijk een weekje voor de paas was, is er heel veel in het thema Pasen. En dit is van Christina's Stempelbeeld. En zij heeft een krans gemaakt en versierd met stansen van Stamping Up. Echt prachtig. Dankjewel Christina. En dan een super grappig swap. Tenminste, ik vind hem helemaal super leuk. En deze is van, nou hoop ik dat dat erin staat, van Monika Splithoff. Van Monika's stempelstuwen. Echt super gemaakt. Hartstikke leuk. En dit is een boekenlegger, denk ik. En dit is met de Little Pickies gemaakt. En dit is van Carlijn, een Nederlandse demo. En haar blog heet Carlijns Blog. Superleuk Carlijn, dankjewel. Dan heb ik deze gekregen. En hier zitten kikkertjes in. Maar deze kan nog iets geweldigs, want hou het kroontje in de gaten. Kijk eens hoe superleuk dit verzonnen is. Echt geweldig. Dit is gemaakt door Ilka, denk ik, van ilkasart.de. Ontzettend bedankt, Ilka. Dankjewel. Ik heb veel 3D-swapjes, omdat ik zelf natuurlijk ook mijn 3D-swapje had. Het eitje. Ik heb er nog eentje per ongeluk in mijn tas gestopt, dus heb ik overgehouden. Deze is van Daniela Nagel uit Wermselkirchen. En dit doosje trek je, probeer het voorzichtig te doen, trek ik zo open en er zitten er allemaal paaseitjes in. Dankjewel Daniela. Ik weet haast niet wat ik kiezen moet. Dit doosje heeft de reis niet helemaal overleefd helaas. Deze zat zo prachtig dicht met een magneetje. En hierin zit een crème, een handcrème. En helaas staat er niet op wie deze gemaakt heeft. Maar het is in ieder geval een Duitse demo geweest. Dus dankjewel daarvoor. Dit schattige doosje met de butterfly. En het prachtige designer series paper. Hierin zitten chocolaatjes. En dat is gemaakt door Monique van Duren. En het is haar allereerste swap.
en met veel plezier gemaakt staat erop. Monique, echt ontzettend leuk gedaan. Monique is een teamgenootje van mij, dus echt superleuk. Het was haar eerste onstage, dus het is een hele happening. Dankjewel Monique. En dan heb ik dit zakje. Dit zakje is helemaal embossed. Echt een superleuk idee. Dichtgemaakt met wat Design Series paper. Een tag erop. En dit is gemaakt door Alexandra Rauf. En ik ben eigenlijk al een beetje nieuwsgierig wat erin zit. En ik hoop dat ik hem dus open kan krijgen. Zo. Oh jeetje. Ze heeft een mini tasje gemaakt. Och, dit is echt prachtig. Dit is een stempel van de inktvis. En die heeft ze uitgestanst. Ik weet niet precies hoe ze dat gedaan heeft. En hierin ook nog een doosje met rozijntjes. Och, geweldig. Alexandra, ontzettend bedankt. Dit is echt een prachtige swap. Leuk hè, al die cadeautjes zo uitpakken. En wens maar niet looft, strooi ik glitzer drauf. Nou, dat zou ik ook maar gewoon doen. Dit is gemaakt door Dagmar Volke van Pastel mit Herz und Stamping Up. Stempel Eugen. En als je dit open doet, dan zie je een potje met glitter. Echt super leuk gemaakt. Dankjewel. Dan heb ik een deze swap gekregen. Met een Wilhelmina pepermuntje. Super leuk gedaan. En dit is gemaakt door Sylvia van Weert. Sylvia, dankjewel. En deze is gemaakt door Marion Pieper van stempelpaula.de. En ze heeft met een stukje 6x6 inch DSP, heeft ze, ja, ze noemen het op zijn Duits, tute, heeft ze gevouwen. En hier zitten lekkere snoepjes in. Dankjewel. Ik weet gewoon niet wat ik pakken moet. Frühlingsduft liegt in der Luft, Frohe Ostern. Van Tinkerstar. Tinkerstar was voor het eerst op ons stage. En nu zul je wel denken, hoe weet je dat? Maar via Instagram had Tinkerstar contact met mij gezocht. En dat is super leuk. Kijk eens zo leuk, met theezakjes erin. Echt super gedaan. En dat is ook het leuke van ons stage. Je ontmoet mensen die je anders nooit zou ontmoeten. Mensen die er voor de eerste keer zijn. Mensen die al jaren komen. En eigenlijk kennen we elkaar niet. En toch hebben we het super leuk met elkaar, omdat we allemaal houden van de stamping op spullen. En ik vind het echt super leuk. Dankjewel, Tinkerstar zeg ik, maar ze heet Simone Klutscha, als ik het goed uitspreek. Dan heb ik dit doosje gekregen. En dat is eigenlijk hetzelfde doosje als Barbara, maar toch heel verschillend, doordat deze het de vlinders gebruikt heeft. En hierin zitten twee heel toepasselijke vlinderchocolaatjes. En het is van Heike Hanke. En ze heeft ook een magneetje erbij gedaan. Superleuk. Dat is voor in een boek, zie ik. Love Book staat erop. Dankjewel Heike. Dan heb ik twee soortgelijke swaps. En hiervoor is een prinskoek genomen. En alleen de bovenkant is bestempeld en deze is nog extra in een zakje gedaan. Deze prachtige, het is in dit geval een Milka koek, maar wij kennen het ook van Prins. Dit is van Jacqueline Schreuder. Echt superleuk, dankjewel Jacqueline. En deze prachtige met de vlindertjes is van Katrien Wiegers. Echt super gedaan, dankjewel Katrien. Dan heb ik hier een doosje
En daar word ik heel nieuwsgierig van, want wat zal erin zitten? Het is een pizza bok, kleine genus met lieben gruus. Oh, kijk nu. Daar zit een hele omschrijving bij hoe je een pizza kan maken met kruiden. Echt, ja, ik zou willen dat je het kon ruiken, want het ruikt echt goed naar kruiden, heerlijk. En wat dit is, weet ik niet precies, maar dat ga ik gewoon opzoeken. Dat komt vast goed. Dus een beschrijving om een pizza te maken in een pizzabox. Echt geniaal. Super gemaakt. Dan heb ik deze ontvangen. En die mevrouw sprak me aan en zei van, als je hem omdraait, kun je gewoon wat lieve spreukjes van verschillende mensen erop laten zetten, zodat je een leuke aandenken hebt aan ons stage. En wat jammer is, ik weet van wie ik hem gekregen heb qua gezicht, maar ik weet niet wie deze lieve Duitse demonstratrice is. Maar echt super mooi. Echt geweldig gemaakt. Dankjewel. En dan zet ik hem even in elkaar zoals het hoort. Dit heb ik gekregen van Gertrude Mettler. En het is een doosje wat je zonder lijm in elkaar kan vouwen. Bestempeld met de doilies. En hierin zitten twee zakjes thee. Echt een super leuk cadeautje om te maken en te geven. Dankjewel. Dan heb ik deze gekregen, Pieter Lagon. En hierin zit een merci. En het is gemaakt door Gabi Schuller. En ze heeft het idee van Janus Bastelweld. Echt super. En je zult wel denken, wat komt er een hoop chocola voorbij? En dat klopt, want bij de swaps is er vaak een klein snoepje of een kleinigheidje, een klein chocolaatje. Dus dat is echt super. Dit kaartje heb ik ook gekregen. En helaas staat er geen naam op, maar het is van een Duitse demo. Echt super leuk gemaakt. Dankjewel. Mocht je nou je swap herkennen en ik weet je naam niet, zet dat vooral in de reacties. Dat zou ik echt super leuk vinden. Hier een klein gebaar. Dat is van een Nederlandse demonstratrice. Vanuit de vlinderset. En ik hoop dat ik kan zien van wie het is. Het is van Patricia. En Patricia is ook een teamgenootje van mij. En het was ook haar eerste onstage samen met haar zus Monique. En super bedankt Patricia voor je geweldig leuke swap. Deze ga ik vast nog wel een keertje namaken. Dan heb ik van Francine deze gekregen. Dit is een theezakje met losse thee. En ja, super leuk, eenvoudig, maar echt een super leuke swap. Dankjewel Francine. Dan heb ik deze gekregen van Jana's Paper Dreams van Jana Müller. En het grappige is dat ik Jana volg op YouTube. En dan is het wel leuk dat je deze mensen ook in het echt tegenkomt. En hier zit een merci in. Echt super leuk. Dankjewel Jana. Van Carmen Schultz heb ik deze gekregen. En deze box vouwt uit zichzelf dicht. Dus dat is echt super. En ook hier zitten twee snoepjes in. Daar ga ik hier in huis mensen blij mee maken, denk ik. Dan heb ik dit doosje. Vuurdie staat erop. Het is een tap, dus ik denk dat ik maar ga trekken. Oh. Kijk eens aan. Er zit een paasei in. En dit is gemaakt door Christina. Dankjewel Christina. Echt superleuk. Ik ga dit op een ander moment weer in elkaar vouwen, want het gaat vast veel te lang duren. Dan heb ik dit kleine doosje van Nina Umbau gekregen. In het doosje zitten. Ah, kijk.
Deze komen van pas, want we hebben ook de nieuwe catalogus gekregen. Dus die kan ik er daartussen stoppen. Altijd handig. Dankjewel, Nina. Dan heb ik deze gekregen. En ga ik het strikje loshalen of zal ik het eruit schuiven? Ik denk dat ik het eruit schuif. En deze heb ik van Sigrid gekregen. En kijk, is zo leuk. Ze heeft een button gemaakt. Deze komt uit de stempelset met allerlei Beatrix Potter figuurtjes. En deze gewoon een, ja, ik denk een magneetje gemaakt. Echt super. Dankjewel, Sigrid. Dan heb ik deze gekregen van Berdien Weideveld. En die ga ik even voorzichtig openmaken. En hierin zit een heerlijke reep chocola. Echt prachtig gemaakt. En die kleuren zijn echt geweldig samen. Dankjewel, Berdien. Dan heb ik deze gekregen. En deze heb ik van Claudia Sakanek gekregen. Een Duitse demo. En het is denk ik een notitieblokje. Ho. Nou trek ik het zakje stuk. Kijk, is zo mooi. Echt super prachtig. Dankjewel, Claudia. Dan heb ik dit doosje gekregen. The Something Creative Everyday. Ik doe mijn best, maar het lukt niet altijd. En dit is van Jacqueline Roerdink. En Jacqueline is een Nederlandse demo. En daar heeft ze twee snoepjes in gestopt. Dankjewel. Nou, het eind komt in zicht hoor. Dan heb ik deze gekregen van Stempelbond. Ook Stempelbond volg ik op YouTube. Dus echt super leuk dat ik daar een swapje van heb ontvangen. En ik probeer het heel voorzichtig open te maken. Och, kijk nou. Een hangertje voor aan mijn sleutel. Of voor aan een schaar. Of wat dan ook. Want we hebben bij de bijeenkomst natuurlijk allemaal dezelfde pepersnips. Dus dan is het handig als je er iets aan hebt hangen. Echt super leuk. Dankjewel. Dan heb ik deze gekregen. Van Johanna Kwijzer. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. En ja, om deze te bekijken moet ik toch helaas het lintje doorknippen. Och, kijk. Nou, een jonge dame hier in huis gaat daar heel blij van worden. Dus ik verstop hem nog eventjes. En als ik vind dat ze hem verdiend heeft, dan krijgt ze hem. Nou, dat is een flauw grapje. Natuurlijk krijgt ze hem. Deze heb ik van Doreen gekregen. Een Nederlandse demo. En hierin zitten drie eitjes. Kijk maar even. Doreen Assing. Stempfun met Doreen. Superleuk. Dankjewel, Doreen. En ik zeg een heleboel keren dankjewel. Maar ik vind het ook echt leuk om te krijgen. Superleuk om dit te bekijken. Oh. Nou, hierin zitten post-its. Dus dat is wel duidelijk. En dit heb ik gekregen van, ja, Fantastics. Ik weet niet hoe de demo heet. Maar het is een superleuke verpakking die je door middel van het tussenschuiven dichtmaakt. Echt superleuk, dankjewel. Dan heb ik dit leuke tasje gekregen. Verdicht van een Duitse demo. Zit dicht met een magneet. En hierin zit een tiktakje.
En kijk eens hoe leuk dat knijpje is versierd. Echt super. En dit is van Silke Danique. Van Silke's Stempeltzimmer. Echt super leuk. Ik hoop dat ze hier een filmpje van heeft gemaakt. Want deze wil ik ook wel een keertje gaan maken. Dan heb ik deze ontvangen. Met de Daisy Pons. Andere stansen. En dit is zo'n rietje met van dat zure spul erin. Van dat poeder erin. En dit is van Stempelmami. En dat is van Nadine. Nadine Kuller. Echt super leuk. Nou, dan ben ik er echt bijna. Deze is van Stephanie Zelig. Ook de Daisy Pons gebruikt. En kijk eens aan. Zij heeft een magneet gemaakt. Tenminste, ik denk dat het een magneet is. Met eigenlijk de topping van een van de cupcake. Die met Celebration te verkrijgen was. Dit is echt super. Het is echt een drolletje zo. Ben Maals, puntje, puntje, puntje. Loud. Strooi glitter eraf. Het is echt super. Dankjewel, Stephanie. En dan mijn laatste. En dat is een prachtig doosje. En dit doosje is gemaakt door Katja Ettig. En hierin zit een Labellino. Jeetje, wat een cadeau zeg. Een prachtige box. En echt zo'n dubbele wandenbox. Super leuk gemaakt. Nou ja. Dankjewel iedereen voor alle swaps die ik heb ontvangen. Ik heb tussendoor heel veel keer dankjewel gezegd. Maar ik vind ze echt super leuk. En ik ben er echt super blij mee. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om ze te zien. Voor de swaps moet ik weer tot een volgende onstage wachten. Maar volgende week uiteraard gewoon weer een nieuw filmpje. En dan zie ik jou graag terug. Tot de volgende keer. Doei!